zal je eerlijk zeggen, ik krijg helemaal niet echt een rare blik of zo omdat ik in mijn scoutinguniform loop. Maar meer omdat mensen zoiets hebben van, waarom film jij jezelf? En waarom heeft die gozer naast je zijn pyjama nog aan? Ik ben uitgedaagd door vlogger Roelof voor de nieuwe Scout Challenge om een week lang mijn uniform aan te doen. Dus ik ben hem nu aan het aantrekken. Het is vandaag technisch gezien dag 1 van de challenge. En dit is mijn outfit voor de hele week. Dus Roelof, challenge accepted. Goedemorgen, het is dag 1 van de challenge. Ik heb mijn uniform aan en ik ga naar de supermarkt. En Ayosha heeft de pyjama aan. So, who's the weird one here? Ik bevind me momenteel in de Albert Heijn. Nog steeds in uniform, jongens, maak je niet druk. The president. Wat is je favoriete brie? Laat het achter in de comments. Ik zal je eerlijk zeggen, ik krijg helemaal niet echt een rare blik of zo omdat ik in mijn scoutinguniform loop. Maar meer omdat mensen zoiets hebben van, waarom film jij jezelf? En waarom heeft die gozer naast je zijn pyjama nog aan? Oh. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn scoutinguniform aan. En ik bevind mij momenteel op de meest magische plek van Nederland. Namelijk de Efteling! Ja, Roelof, ik neem jouw challenge heel serieus. We zijn net in de Symbolica geweest. Het was echt super cool. En ik wilde op de foto met freaking Pardijntje, maar ze liep net weg toen ik er aankwam. Maar misschien heb ik er wel afgeschrokken met mijn uniform. Who knows? Wie raadt welke attractie dit is, verdient een high five. Nee, ik ben inmiddels nog steeds in de Efteling in uniform. Het is wel heel warm vandaag. Maar gelukkig is het gemaakt van een vernieuwde ademende stof. Waardoor je ook als je actieve buitenactiviteiten doet, het lekker koel blijft. Daarnaast is dit uniform ook brandveilig en het droogt snel. Dus ik ga even een duik nemen in dit slootje achter me. Dames en heren, op het strand in mijn uniform, Egmond aan zee. Ik mag wel een landscout zijn, maar ik vind het strand wel echt super leuk. Daarbij moet ik gelijk deze challenge afsluiten. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik niet de 7 dagen kunnen volbrengen. Want soms is er gewoon geen gelegenheid om je uniform te dragen, omdat je echt iets anders aan moet. Het is niet dat ik me schaam voor mijn uniform, het is niet dat ik het onhandig vind. Het is gewoon... Het is me niet gelukt, oké? Ik ben de eerste scout waarvan de challenge is mislukt. Fine. En tot de volgende keer. De volgende challenge is voor vlogger Pien. En jouw challenge deze keer is... Kook je avondeten van 1 willekeurige avond in je week op je zelfgemaakte kampvuur. En dat moet denk ik voor jou geen probleem zijn. Dus heel veel succes!